de droom van iedere man, maar het is niet zo. Het is geen pornoster. Ja, dag dames en heren. U kijkt naar In de Bladen. En als ik de bladen van deze week moet omschrijven, dan is het één man die centraal staat. Raymond van Barneveld. Want Barney is, zoals we allemaal inmiddels weten, buiten de deur gaan eten. Hij is vreemd gegaan op zijn vrouw. Daar moeten wij het even over hebben. Daar moeten we het zeker even over hebben. We hebben het er natuurlijk al best wel uitvoerig over gehad, gewoon bij onze website. Er zijn beelden online verschenen van Barney met een andere vrouw dan Sylvia, waarmee hij getrouwd is. Daar kwam meteen een verhaal achteraan dat het zou gaan om een 21-jarige pornoster. Ja, ik zie jou al lachen. Dat is ook de droom van iedere man, maar het is niet zo. Het is geen pornoster. Het is een gewone normale vrouw uit Londen. Die hij kent, dus het is midden 30, dus het is niet allemaal heel erg extreem of zo. Maar ja, zo'n verhaal, dat is toch smeuïg. En daar gaat privé dus ook lekker op in. Want die hebben allemaal vrouwen gesproken die beweren dat hij het al eens eerder bij hen heeft geprobeerd. Ja, Koos Sompé, voormalig darto ook, die zegt van er waren altijd wel groupies om hem heen. Ja, maar ja, ik bedoel, het is een van de beste darters van de wereld. Ik bedoel, hij is vijfvoudig wereldkampioen. Daar ga je al. Ik bedoel, ja. Geld is toch een belangrijke drijfveer bij een aantal vrouwen. Ik hoor het nummer van Kanye West in mijn achterhoofd. Gold Digger, maar, ja. Zit dat nu ook zo met deze vrouw? Nou ja, ik hoop voor ervan niet. Want als we Weekend mogen geloven, dan blijft er heel weinig geld over. Want hij gaat scheiden van Sylvia en zij zijn ooit eens in Gemeenschap van Goederen getrouwd. Ja. Wat betekent dat gewoon het geld door de helft gaat. Ja. Dus dan houdt het op qua heel heftig spenderen. Ik bedoel, hij heeft genoeg, maar toch, het is anders. Ik heb ook even bij zijn manager gecheckt van oké, hoe zit dat dan? Want ik bedoel, de helft van je geld kwijtraakt is best heftig. Hij heeft tegen ons gezegd, nou, al die verhalen over die vrouwen die zogenaamd al verleid zijn door Barney, daar ga ik niet eens op reageren, zo onzinnig vind ik het. Maar dat hele verhaal over het verdelen van het geld, daar zit een kern van waarheid in. Ze zijn nu bezig met mediation, zodat ze er samen uit kunnen komen wie wat krijgt. Oké. Okay. Opvallend nieuws uit de hoek van Mr. All You Need Is Love, Robert ten Brink. Hij zou een kroeg gaan kopen in Amsterdam. Ja, Dr. Love begint zijn tweede leven. Ja. Zo zegt hij het zelf. In gesprek met Weekend vertelt hij dat hij is al lange tijd kent hij de eigenaars van Café Heuvel in Amsterdam. En hij heeft er lang over nagedacht en hij heeft besloten om er geld in te gaan investeren. Ja, gaat hij daar op de bar hazen zingen? Of hoe moet ik dat zien? Dat je gezellig een biertje kan drinken met Robert ten Brink? Nee, hij maakt ook heel erg duidelijk van, nou, het is niet zo dat dit concept nu om mij heen gaat hangen. Het is niet zo dat ik busladingen vol vrouwen uit Brabant verwacht die met mij een biertje komen drinken. Nee, hij zal er zelf niet veel aanwezig zijn. Het is meer een soort investeerdersdeal. Lil Kleine heeft in het verleden natuurlijk ook een kroeg gekocht. Is het al rond? Worden ze collega kroegbazen? Nee, dat is nog niet helemaal zeker. Het duurt best wel lang in Amsterdam om dit soort vergunningen allemaal rond te krijgen. En zijn manager heeft nog niet op ons kunnen reageren of dat nu al rond is. Dus het blijft nog een beetje in het midden liggen. Oké, gewoon binnenkort even een Amsterdammetje drinken. Ja? Hartstikke gezellig bij Robert. Ja, ga je mee? Ja, zeker. Ja. Hey, Lara, dankjewel voor deze week. U bedankt voor het kijken. Dit was hem weer en tot ziens.